Goedemorgen allemaal. Het is hier 11 uur en tijd om te bewegen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Misschien zien jullie dat ik zo eventjes aan het wachten ben altijd. Maar ik krijg pas na een tijdje de melding dat ik live ben en dan komt er toch al 15 seconden op. Dus dan zit ik waarschijnlijk gewoon zo nog eventjes te staren of te wachten. Alleszins blij dat er alweer sommigen aan het kijken zijn die zich nu ook gewoon recht stellen. Misschien zetten er sommigen wel een alarmpje in om 5 voor 11 van ja, het is tijd om te bewegen. En dan kan ik nog snel iets afwerken en mij dan recht stellen, wat dat super is. Maar ik geef graag altijd iedereen nog eventjes 2 minuutjes de tijd om er ook bij te komen, om dingen af te werken en gewoon je recht te stellen, plaats te maken, eventueel iets te gaan halen om te drinken en dan hebben we, of dan kunnen we erin vliegen, hè. Tof, moest je al elke dag hebben meegedaan. We blijven uiteraard voortdoen, maar de volgende sessie is pas maandag. Dus dit weekend zullen we wel nog wat zaken posten die jullie kunnen doen. Je kan ook altijd iets herbekijken, maar de volgende live sessie zal pas maandag 9 november zijn. Alright, goed. Ik hoop dat jullie er zin in hebben en dan ga ik van start gaan. Dan mag je al gaan rechtstaan en dan kunnen we gewoon invliegen, hè. Eventjes alles losmaken en in beweging komen. Goed, we beginnen met een squat telkens in 3 niveaus. Dus we gaan onze voet telkens opschuiven en dan wisselen van kant. Zijn kijk goed. Smal, een beetje breder, een beetje wijder en samen. Smal, klein beetje wijder. Hop. Ja, dus we gaan van een kleintje, een middel, groot en toe. Je kan zelf kiezen hoe groot dat je beweging maakt. Even goed. Zeg je nee, ik ga voor elke keer dieper, minstens even goed. Doe wat je graag wilt doen. Of naarmate de sessie vordert, kan je ook gewoon een beetje verder door de benen gaan. Oké, dus eentje smal, eentje middel, eentje wijd. Ha. En denk eraan, zit vlak zak naar beneden. Yes, en onze romp die blijft mooi of zo recht als dat je kan. Goed, smal, beetje wijder, open, toe. Ha. Open, toe. Ik zet geen muziek aan, omdat jullie mij dan goed kunnen horen, maar niks als jullie tegen natuurlijk, om thuis een of ander muziekje op te leggen dat je zegt, oh, dat motiveert mij, daar heb ik nu zin in. Doe gerust. Yes, en smal, wijder, wijd. Ha. Smal, wijder, groot. Nog eentje aan de kant. Yes. Ha. Ha. En dan gaan we enkel voor de grootste. De grootste en terug. Grootste en terug. Dus je maakt nu zo ver als je kan. Je squat liggen en je duwt jezelf terug recht. Ja, het mag echt een hele grote zijn. Daag jezelf uit. En ga ook zo diep als dat je kan. Hè. Laat je benen hier werken. Goed, nog eentje naar de kant. En nu vallen we uit de andere kant. En we blijven hier houden. In onze diepe squat houding. Ja, zo breed als dat we kunnen. Ja, knieën mooi recht houden. Ze niet naar binnen laten vallen deze keer hier. Rond mooi recht houden. Buikspieren op slot. Onze armen komen omhoog. Goed, en je gaat er wisselend één arm laten zakken. Andere arm laten zakken. Ja, en dan komt die andere arm omhoog. Ja, wissel van kant telkens. Strek je armen uit. Je maakt eigenlijk een rechte hoek en je wisselt die telkens van rechts naar links. Wissel. En wissel, blijf goed ademen. En probeer hier, als je kan, nog een beetje dieper te zakken. En wissel. Kunnen we de armen dubbel tempo doen? En wissel. Hap, hap, hap. Ja, doe op je eigen tempo, maar je een beetje sneller wel die kan. Nog 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duw jezelf recht en zet je benen terug samen. Goed, we tikken achteruit. Telkens afwisselend, rechts en links. Dus je tikt met je been achter je andere been. Duw hier op heupbreedte. Je moet niet kruisen, maar je tikt gewoon achteruit. Opnieuw op jezelfde tempo. Probeer hier niet te veel naar voren te komen, maar je mag het recht een klein beetje. Goed, kom maar. Nog 4, 3, 2, en dan 4 keer dezelfde kant. 4, tik, 3, 2, en wissel van been. 4, 3, 2,
En wissel twee keer. Twee. En wissel aan de kant. Twee. En wissel nog een keer. Twee. Twee. En wissel aan de kant. Twee. En vier terug. Vier. Drie. Twee. En wissel. En vier. Drie. Twee. Laatste keer. Vier keer. Vier. Drie. Twee. Zet je voet goed naar achter. Oké, we wisselen straks en we blijven aan dezelfde kant. Kijk, ik blijf hier. Dus telkens onszelfde been. Goed, dan ga je concentreren en je gaat je benen de lucht houden. Dus we veranderen eventjes de beweging. Ja, onze voet, als je kan, hou je die de hele tijd in de lucht en je duwt je been naar achter en terug. Als je wil, zet je voet, tik, enkel je teen. Maar als je kan, probeer je voet in de lucht te houden. Probeer je recht te blijven. Ik zie ook mezelf een beetje schuin gaan, dus tip voor mezelf en voor jullie. Blijf hier mooi recht en dan ben je naar achter. En ondertussen sta je er al eventjes. Hè. Ik denk dat het tijd is om te wisselen. Nog eentje. Oké, wissel van been. Ah. Uit en in. En uit en in. Probeer je voet van de grond te houden en duw je been verder naar achter. Armen zijn ontspannen hier of gebruik je om je evenwicht te houden. Dan mag je zelf kiezen. Maar je strek uit en in. En strek en in. Probeer hier te werken ook op je standbeen. Verlies je evenwicht, stuur bij. Handen omhoog in de zij. En hier ontspannen. Goed, klaar. Nog 4. En 3. 2. Laatste. Oké, terug onze eerste squat. Hop. Verder. Groot. En samen. Ja, kleintje. Groter. Hoe groter dat je natuurlijk de eerste maakt, hoe verder dat je moet gaan met de volgende twee. Hè? En, kleintje. Hop. Wijd en toe. Yes. Hop. Tjak. En open. Kom maar, hè. Draag jezelf uit. Begin met een kleine, maar maak er dan echt een derde de grote van. Hè? Twee en drie. En hop. En de laatste. Alleen nog de grote. Go. En groot. Zo ver als je kan. Groot. Goed. Misschien moet je nog iets aan de kant zetten. Hè? Als je geen plaats genoeg hebt. Kom maar. Groot en terug. En groot en terug. Als je voor je bureau staat, kan je de breedte van je bureau misschien gebruiken. Om telkens je voeten voorbij te zetten. En terug te duwen. Nog 4. En 3. En 2. En we blijven open. We blijven hier open. Denk op hier. Zit vlak naar achter. Knieën komen niet te veel naar voren. Mooi boven de lijn van onze tenen. Rond is mooi recht. Oké, we brengen onze armen naar voren. En we wisselen. Wissel, 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 wissel. Voor degenen die iets trager willen, doe op je eigen tempo. Ja. En anders. En dan zijn we vertrokken voor een snelle wissel. Ha. Ha. Kunnen onze hoeken van 90 graden behouden? Ja. Dus hier die open zakken, maar wel mooi opzij en omhoog. Evenwijdig met de grond. En dan mooi verticaal. Oké, kom maar. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan je armen, ontspan je benen. En ga terug tikken achteruit. Tweede reeksje. Iedereen nog alles oké? Tik en tik. Dus hier, ga verder naar achter tikken. Ja, maak je beweging eens groot. En straks ga ik opnieuw op zoek naar het evenwicht. Goed, kom maar. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 keer aan de kant. 4, 3, 2, en wissel. En 4, 3, ga een beetje op zoek naar je evenwicht. Wissel. En 4, 3, 2, en wissel. En we wisselen en we blijven hier. Ga op zoek. Kunnen we ons evenwicht al vinden? We gaan niet meer wisselen. Ja, we gaan naar achter en we komen in. Achter en in. Als je kan, hè, hou je evenwicht. Gebruik je armen. Probeer hier mooi recht te blijven. En in, hoe en uit. En in en uit. Kom maar, nog 4. En duw. 3. Duw. 2. En laat.
dan B. En zoek direct je evenwicht. En als je evenwicht hebt, dan laat je dat been opkomen en uitduwen. Ja, zeer goed. Hier alles op slot. Schouders ontspannen, buikspieren in. Yes. En nog 4, 3, 2 en 1. Oké. Zeer goed. Schud eventjes benen los. Schud armen los. Super goed gedaan. Ik hoop dat je al een beetje lucht gehad hebt. Oké, we rollen naar beneden. Zoals dat we al een paar keer gedaan hebben. Dus je rolt je wervelbeweging af. Je gaat helemaal naar beneden en je wandelt naar pomphouding. Dan plaats je de knieën. Ja, plaats ook je voeten plat. En duw eerst jezelf helemaal naar achter. Duw jezelf naar achter. Oké, kom naar voren. Krul tenen. Ga in pomphouding gaan staan. En nu gaan we onze schouders tikken. Tikken onze schouders. 1, 2, 3. Het kan op de voeten. Maar je mag ook je knieën plaatsen. Als je wil, plaats je knieën. Ja. Ofwel blijf je op je voeten. Oké, we doen nog 4 aan de kant. 3. 2. Oké, plaats je knieën voor iedereen die op de voeten stond. Krul, plaats je voeten plat. En stretch je naar achter. Eventjes polsen laten ontspannen. Straks doen we nog een reeksje. Draai jezelf op. Ga op je rug gaan liggen. Rol voorzichtig af. Plaats je voeten. Breng je handen naast je benen. En ga afwisselend hier je enkels of je hielen tikken. Kijk omhoog. Oké. En twist rechts en links. Tikken. Hou je hoofd en schouders van de mat. Heb je last van je nek? Dan kan je eventueel je hoofd met 1 hand ondersteunen. Ja, kan je ook dit doen. Ofwel hou je 2 handen en ga je met 2 handen naar je enkels. Oké, kom maar. We hebben nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En eventjes ontspannen. Goed, dan krullen of rollen we ons bekken omhoog. Blijf op je rug liggen. Je rolt je bekken omhoog zo hoog als dat je kan. Ja, en nu gaan we met onze voeten stappen open en toe. Stap open. Open, toe, toe. En open, open, toe, toe. Nog 2 keer. We doen 4 in totaal. Toe, toe. En open, open, toe, toe. Rol je bekken naar beneden. Rol of draai jezelf om. En duw jezelf weer in pomphouding. We gaan onze schouders tikken. Kies voor jezelf. Op je voeten of op je knieën. Ja, op je knieën. Even goed. Probeer 1 rechte lijn te houden. Vanaf je hoofd tot aan je knieën. Nog 4. Je kan ook op je voeten. 2. En eentje. Zeer goed. Plaats opnieuw je knieën. En stretch uit naar achter. Ontspan je polsen en je schouders. Draai je terug om. Tweede reeksje van de buikspieren. Ja of ja, we zijn betrokken. En tik, 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 tik. Opnieuw hier, hè. Als je trager wilt doen, of je wilt je armen wisselen, of je wilt het sneller doen, kies voor jezelf. Met deze oefeningen kan je zelf je eigen niveau een beetje inschatten, zodat er voor iedereen iets toegankelijk of iets haalbaar is, hè. Kom maar, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Leg je neer. En ondertussen dan onze schouders neerleggen. Rollen we ons bekken omhoog. Wervel per wervel hier vanaf je rug. Oké, en we gaan 4 keer open en toestappen. Ik ben daarnet begonnen met mijn rechterbeen. Dus ik ga nu beginnen met mijn linkerbeen open en toestappen. Probeer ook eens te wisselen van been. Open, open, toe, toe. Open, open, toe. Zo, nog 2 keer. Hou je bekken zo hoog als dat je kan. En laatste, open, open, toe, toe. En rol rustig terug naar beneden. Goed. Kom rechtop. Of duw jezelf recht. Kom uit de beweging.
En dan zijn we helemaal klaar. Voor ons beweegmomentje van 11 uur. Op we ademen of we gaan samen eindigen met twee in- en uitademhalingen. Heel diep, van heel naar beneden. En laat alles los. En nog een keer. En adem in. En laat alles los. Oké, en rol jezelf op. Zalig. Oké, super. Het zit erop voor deze week. We zijn gestart. We hebben er 6 live beweegsessies op zitten. Elke weekdag was er eentje om 11 uur en woensdag om 17:30. Al deze sessies staan op onze Facebookpagina en komen ook nog op ons YouTube-kanaal. We gaan hier zo snel mogelijk proberen opzetten. En jullie kunnen alles herbekijken als jullie deze of dit weekend nog inspiratie zoeken voor een beweegsessie. Kijk zeker ook eens op Blijven Bewegen Gent, de Facebookgroep. Als je daar lid van wordt, vind je alles van de vorige lockdown ook terug, die we toen gepost hebben. En we proberen ook nieuwe info te posten. Goed, ik zie jullie graag maandag terug om samen te bewegen. Dag!